Nou, we gaan nu in gesprek met Leila. Zij woont op het Kwadraat, kleinschalige woonvorm van Agipa. En ze werkt sinds kort in de gasterij op de Landrijd. Nu in de gasterij. Ja. Hoe vaak doe je dat? Twee dagen in de week. Ja. En wat zijn dan je taken? Kan je daar een beetje meer over vertellen? Ja, vooral de keuken een beetje bijhouden en de afwasapparaat in- en uitruimen. Tafeltjes bijhouden, rotzooi opruimen. Is er veel rotzooi? Ja, ooit staat er wel wat op tafel, ja. Ja, en verder een beetje met mensen kletsen als ze daar behoefte aan hebben. Ja. Die sociale functie, zeg maar. Ja, precies. Vind ik wel leuk. Ja. En wat vind je nog meer leuk aan dit werk? Ja, onder de mensen zijn eigenlijk. Ja. Want je woont op het Kwadraat, hè? Ja. Dus dan kom je hier naartoe in de ochtend. En hoe kom je hier naartoe? Met de fiets. Ja. Leuk. En dan moet ik me melden dat ik aanwezig ben en ook afmelden. Net zoals in normale werk, hè? Ja. Precies. Ja. Dus je vindt het sociale contact met de mensen dan ook, ook leuk? Ja. 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 Kom je denk ik veel tegen, veel verschillende mensen hier op locatie, ja. En mensen te helpen eventueel vind ik ook leuk. En, ja. Dat zit ook een beetje in je, hè, van vroeger. Want wat deed je vroeger voor werk? Ik heb altijd in horeca gewerkt. Dus altijd met mensen en omgegaan. En ik vind het gewoon leuk. Ja, mooi. Sociaal, ja. En dat deed je, hoe lang geleden heb je in de horeca gewerkt? Gewoon 6 jaar denk ik geleden of zo. Oké. Ja. En dat heb je dan eigenlijk je hele leven gedaan, of heb je ook iets gedaan? Ja, ik heb ook op markten, beurzen gewerkt en zo. Dus ik heb altijd met mensen te doen gehad. Ja. Ja. Is wel fijn dat het dan hier ook wel kan, hè? Ja, precies. Dat je die kans krijgt. Ja. Dat vind ik ook leuk dat ze dat mij hebben gegund, hè? Ja. Ja. Want het was eerst een beetje zoeken, hè? Van wat vind je nou leuk en wat zou je kunnen doen? Ja, en ik ga ook 1 dag in de week naar werk aan talent. Ja. Dan doe ik meestal een pand zoek maken voor de cliënten. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ja. Dus ze houden me wel bezig. Ja, maar je bent ook graag bezig. Ja, klopt. Ja. Fijn. Ja. Leuk. Ja. En zou je graag nog meer willen doen? Ja, ik zou best wel meer willen werken. Ja. Ja, ik vind het niet erg. Anders zit je ook een hele dag thuis. Hè. Dus, Want je komt hier 's ochtends om 9 uur begin je, hè? Ja. En hoe lang werk je dan? Ja, meestal tot 1:30, zoiets. Oké. Maar als het echt druk is, dan werk ik gewoon door. Ik ben op vrijwillige basis, dus maakt niet uit de tijden eigenlijk. Dus een beetje kijken wat jij wil dan op de dag. Ja. Fijn. Ja. Leuk? Ja, leuk. Ja.